zeggen, die buitenom probeert haar in te halen. Elf kappers. En ja, die verdiept. Het is niet moeilijk in die vorm. Het is zwaar. Het is dan ook niet meer. Het kan toch. Maar die zegt, ook al is dan hier echt klaar. En Marjefke Olmeking, de nationaal kampioen 2017, is gewoon zo sportief. Want ze denkt weer van Anagin en Anaconda. De jonge dame die jaren achtereen nationaal kampioen werd. Eileen Rupert, die kon het. En nu is het natuurlijk aan de jonge dame onder nummer 20. Die gaat nou de gevaarlijke bocht weer in haar. Komt ze er fatsoenlijk ja, door? Zeker. We zullen even kijken hoe die bocht gaat. Ondertussen zien we dat in nummer 66. Nog een paar geschoven en is zwaar in die bocht. Maar Marietje komt eruit en dan gaan we nu kijken hoe gaat dat met Els Casters en wat doet dan Linda de Jonge. Nou, Els Casters heeft er geen enkele moeite mee, loopt nu uit op Linda de Jonge. En zo ligt het nu in het veld nog aardig uit elkaar. En dan is het nog steeds de jonge dame die al vier wedstrijden, al drie wedstrijden is te winnen. En die gaat op zoek naar haar vierde winnen. Op dit moment is het Jolanda de Jong onder nummer 60 op dit moment op de derde positie. En daarmee rode lantaarendrager uit het Belgische. De blauw-gele machine onder nummer 66. Ooit samengesteld uit allerlei onderdelen door de mannen van Annen. En dan is het Els Casters die nu nog gaat proberen toch namens race team 2 die de eer hoog te houden. Ja, zeker, en hier wederom weer bij die ik op de bocht. Maar die begonnen. We zijn nu aan race team. Wat doet Els? Kan Linda de Jonge nog dichterbij komen? Is hij toch nog een sluit van de om die tweede plaats? En hoe doet hij dat? En helaas, de nummer 66, de Belgische dame, Elfkracht, komt vast te zitten in de bocht. Op die dekselse bocht daar na het zuidgedeelte. Dan kom je daar in het drassenwil gedeelte en dan zit je daar heel snel vast. Even kijken op het rondebord. Nog drie ronde wedstrijd voor Marjefke Olbekking. We wachten op Linda de Jong, die natuurlijk op een geweldige wijze hier tekeer gaat. En zo dadelijk nog reclame maakt voor haar gemeente. Maar zo dadelijk wel met zilver naar huis toe gaat. Het is natuurlijk nog steeds de stuurvrouwskunst van Marjefke. Deze jonge dame rijdt al vele jaren. En ik heb het nu gezegd, ervaring is meer dan belangrijk. Ze zal zo dadelijk... Zij hoeft niet haar tanden te laten breken, want ze heeft geen moddersluiten van haar collega's in de mond geworpen gekregen. Zij blijft hier gewoon heerlijk aan de rondjes meeblazen en we wachten gewoon zo dadelijk af. En Harm die zal u natuurlijk nog even weer de komende ronde mee gaan nemen om zijn geweldige wijze van presenteren. Harm, de zon breekt door, zet de zonnebril op. Ja zeker, dat moet je af. Dat kun je op. Kijk hier nu op, dat is misschien nog wel wat spannender. Er is weinig aan de hand. Marjefke, Els en uiteindelijk gaan ze de alert weer vervolgen. En kijk, Linda de Jonge, veel lawaai uit deze brute machine. Wat doet zij in deze boxen? Snijdt hem op feit aan. Snijdt hem op feit aan, dat vind ik ook wel een beetje trouwens, maar goed. Zo, kijk, de snelheid. En dan gaan we het even hier hebben hoor. En dan, dat zeg ik voor de laatste keer hier in 2017, zijn het Combined Race Spectakel hier in Zinje. Laatste ronde, dernier tour, last lap, laatste ronde voor Marjefke Olbekking. En dan komt Linda de Jong zo dadelijk ook weer aangeblazen. We zijn laatste rond natuurlijk hier van deze morgen, niet op de van vandaag. Straks volgen in de feestend. En hier gaat Marjefke toch door die bocht en dan zal ze nu toch afkomen op die op dat het duidelijk mag zijn. En gevolgd door Linda de Jonge. Wow. Vijf keer van start, vier keer winst, één keer zilver. Dat betekent in totaal een 96 punten voor Marjefke Olbekking, de nationaal kampioen 2017 bij de dames vrije klasse. En deze jonge dame krijgt ook een staande ovatie van achter de dranghekken.